eerst een dagcreme aan, omdat dat beschermt tegen de foundation. Nu doen we een foundation aan dat aangepast is aan je huidkleur. En we brengen dat eerst aan op het gezicht. En daarna gaan we dat verspreiden in ronde bewegingen en wrijvende bewegingen. Nu gebruiken we een poeder omdat dat je foundation matter maakt. We gebruiken deze twee borstels voor je wenkbrauwen. Deze borstel gebruiken we om je wenkbrauw in mooie vorm te brengen. We brengen nu een kleur aan dat past bij je wenkbrauwen. Dit zorgt ervoor dat je wenkbrauwen meer uitkomen en meer opvallen. Daarna gaan we de wenkbrauwen nog eens in vorm brengen met dezelfde borstel, maar met de andere kant, dus niet met de borsteltjes. Nu brengen we de eerste oogschaduw aan. We beginnen met een licht kleur. Ik kies nu voor lichtbruin. Dit brengen we aan in vrijbewegingen en ook in cirkeltjes, om het kleur goed te verspreiden. Nu brengen we de tweede oogschaduw aan, maar we kiezen nu voor een donkerder kleur. We brengen dit aan in een V-vorm, dus eerst van onder een lijntje en daarna boven je eerste oogschaduw ook een lijntje. Daarna gaan we dit op dezelfde manier uitframen. Ik breng nu de derde oogschaduw aan. Ik kies een kleur dat tussen licht en donker ligt. Dit breng ik alleen aan boven de oogschaduw. Nu breng ik een glitter oogschaduw aan.
Dat doe ik alleen maar op de ooglid aan. Nu breng ik een licht kleur aan onder mijn oog. Nu breng ik mijn eyeliner aan en een goede beweging. Ik breng nu mijn mascara aan. Ik breng nu mijn bronzer aan onder mijn kaaklijn. Ik breng nu mijn highlighter aan op mijn kaaklijn. En dit is het resultaat. Hopelijk is het bij jullie gelukt. Daag!